Mijn naam is Gijs en in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig de optie kunt inschakelen om een YouTube video in te plannen. Dat is super handig want dan kun je vooruit werken en dan kun je automatisch de video laten verschijnen op de dag en tijdstip dat het jou uitkomt. Dus kijk even met me mee. Om een video in te gaan plannen, wat super handig is als je vooruit wil gaan werken, ga je naar Uploaden toe. Je klikt op openbaar en dan zie je een drop-down met vier verschillende opties. Openbaar, verborgen, privé en gepland. Staat deze optie er nou niet bij jou bij, dan moet je nog een aantal dingen doen om dit in te schakelen. En dat laat ik je zo direct even zien. Maar in dit geval doe je gewoon gepland. Je gaat gewoon uploaden. Je pakt even een video. Je vult uiteraard uh, je titel in, je beschrijving, in je tags. En dan kun je dus hier een tijd aangeven en een datum. Ik zet hem bijvoorbeeld even op 5 uur. Je drukt op publiceren. En in principe wordt dan nu je video automatisch ingepland en verschijnt hij ook automatisch. Maar ik heb al een aantal keren meegemaakt dat het toch niet werkte. Dus je moet het toch af en toe blijven controleren. Goed, stel nou dat je dus niet die optie zag bij, uh, bij de drop-down. Dan moet je nog even iets anders doen. Dan ga je naar de rechter icoon. Je gaat naar YouTube-instellingen. Je gaat naar. Oké, even mijn camera iets verzetten. Je gaat naar extra functies bekijken. En dan doe je inkomsten genereren, inschakelen. Dan ga je mijn account inschakelen. Je leest even de voorwaarden door. En wat je hiermee doet, dat is monetization van je video's. Dat houdt in dat YouTube automatisch. Video's gaat plaatsen of, of video's, advertenties bij jouw video's gaat plaatsen. En dan krijg je ook inkomsten uit. Dus dat is natuurlijk super leuk. Um, als je alles wil weten hoe je nou geld kunt verdienen met YouTube, dan verwijs ik je even rechtsbovenin naar het i'tje waarin ik een aparte video heb. Maar om dit nu even in te schakelen. Oké. Okay. Ga naar openbaar en je ziet dat nu de optie gepland verschijnt. Dus staat die bij er nog niet bij, dan moet je even moneta inschakelen. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube-vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.